Al jaren delen ze lief en leed met heel Nederland. De populaire soap Goede Tijden, Slechte Tijden bij RTL 4. Het programma over de mooiste zeilschepen, motorjachten en sloepen. Verder jachthavens, nieuwtjes en tips. Yacht Vision bij RTL 5. En een zenuwslopende gameshow met uiteenlopende quizvragen. Wie schiet het tekort en wie heeft de langste? Ben je erin? Ja, het is vandaag 27 november, de dag dat bekend werd dat het aantal huwelijken dramatisch gestegen is. Werd er in 2001 nog maar 82.000 keer getrouwd. Dit jaar was dat maar liefst 87.000 keer. Bij ons is ook sprake van een stijging, want de langste rij antwoorden is gestegen van 775 naar 899 in... juiste antwoorden. Ja. Monique, hoe doe je dat nou toch? Goed leren. Je hebt echt nooit verteld of je een fotografisch geheugen hebt? Nee. Niet? Nee, ik leer gewoon makkelijk. Je leert gewoon makkelijk. Ja. Zeg, we gaan bijna een magische grens overschrijden, die van 900. Ja. Ik wens je succes, maar ik wil je thuis ook nog even mededelen dat je je kan opgeven als jokerlijn. Bel dan met 0909-8832. Kom je in de uitzending, dan verdien je 50 euro. En heb je ook nog eens het goede antwoord, dan krijg je 100 euro. Dat is altijd een leuk begin. Wij gaan ook beginnen. Okay. Succes. Dank je. Welk woord dat begint met een S is een synoniem van levenslied? Smachtlap. En de 900 is bereikt. Applaus. Goed. Hoe voelt dat nou? Lekker. Goed. Ik ben zo benieuwd waar die lat van jou ligt. Maar goed. Dat zullen we wel merken. Succes, jongens. Ook hou vol. In 1968 overleed een Nederlandse sekteleider die altijd beweerd had onsterfelijk te zijn. Hoe kennen we deze als Laurens Voorthuizen geboren Messias? Lou de Palingboer. Ja. Deze Nederlandse middellange afstandloopster poseerde in 1996 voor de Playboy. Wat is haar naam? Stella Jongmans. Van welke god van de donder is de naam woensdag afgeleid? Wodan. Ja, Wodan, de god van de donder en bliksem die op zijn achtbenige paard door de lucht trok. Voor het complete plaatje. We hebben de klinkers weggelaten. Welk drankje zoeken we? Geitenmelk. Hoe luidt de voornaam van het personage Inspector Kojak? Is dat A. Linus, B. Telly of C. Theo? C. Theo. Ja, Telly... was de acteur die het speelde, Telly Savalas. Zo, 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 zo. We hebben er inmiddels 905. Ja. Dat is ook niet niks. Nee. We gaan door. Oké. Okay. Hoe heet het Amerikaanse gevechtsvliegtuig dat in Nederland de F-16 moet gaan opvolgen? De JSF Joint Strike Fighter. Rangschik deze woorden uit het bekende kinderliedje naar behoren. Hoofd, puntje van je neus, knie, oren. Hoofd, knie, oren, puntje van je neus. Jaap is postbode. Op maandag bezorgt hij 2500 poststukken. Op dinsdag tot en met vrijdag bezorgt hij er 2000 per dag. En op zaterdag 3000. Hoeveel poststukken bezorgt Jaap in één week? Zijn dat er 12.500, zijn dat er 13.000 of 13.500? C, 13.500. Ja, het is 2500 plus 2000 plus 2000 plus 2000 plus 2000 plus 3000 is 13.500 per week. Zo, ik kan ook wel wat. Wat voor huisdier was Minoes, de hoofdpersoon uit de gelijknamige film, voordat zij een mens werd? Een poes. We zoeken het woord dat de volgende betekenis heeft. Stoel zonder leuning, stumper en stok. Kruk. Zeg, ik had het net al even over deze bijzondere brief. Poststuk, kaart. Nieuwsgierig? Jij ook, hè? Ja. Weet je wat ik ga doen? Het is een heel bijzonder handschrift. Ik ga een heel klein stukje voorlezen. Ja. Het komt uit Veldhoven. Beste Monique, met plezier kijken we iedere avond naar de uitzending op You're In. Wie heeft de langste? Geweldig dat je al zo ver bent gekomen. We hopen dat je nog heel wat vragen goed zult beantwoorden. Er staat nog veel meer in. Dat mag je thuis gaan lezen. Heb je trouwens Martijn teruggebeld? Nog niet. Och, heel druk natuurlijk. Ja. Nou,
We hebben het hier ook nog wel even druk. Dank je. Daar gaan we weer. Welke kleur heeft het briefje van 100 euro? Groen. Op de stippenlijn kan steeds hetzelfde zesletterig woord worden ingevuld. Welk woord zoeken wij? Puntje, puntje, vrees. Eind, puntje, 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 vak. Examen. Van welke band was de inmiddels overleden Michael Hutchins de zanger? Was dat van Crowded House of In Excess of van Midnight Oil of van Nirvana? B, In Excess. Ja, ze weet nog steeds niet waaraan, hè? Nee. Of dat nou wurgseks is geweest of zelfmoord of misschien een combinatie daarvan. Je weet het niet. Welk van de volgende woorden is goed gespeld? Bacteriekolonie, bagatelliseren, badmintonnen. C, badmintonnen. Wat is de macabere Nederlandse naam van de Saimiri Siureus die je hier op de foto ziet en die zijn naam dankt aan de witte randen om zijn ogen? Ik zie geen foto, maar het is volgens mij een doodshoofdaapje. Zie me geen foto. Nee, jij bent het ook niet. Het wordt ook zo lullig als je alleen maar jou ziet met deze vraag. Maar je had hem goed. Welke Sierra-gebergte ligt zowel in Spanje als de VS? Sierra Nevada. Je ziet hier Monique van de Ven, als het goed is. Nee, dat ben ik. Ja, daar zijn we. In de film Turks Fruit. Hoe heet het meisje dat zij in deze film speelt? Olga. Olga Staples, ja. Wie is naast Ron Wood de tweede gitarist van The Rolling Stones? Keith Richards. Wat is de waarde van A in de volgende som? A plus 10 in het kwadraat plus 10 is 11 in het kwadraat. Is dat A 9, B 11 of C 12? B 11. Ik zal hem trachten uit te leggen. 11 plus 100 plus 10 is 121. Okay. Wat is de naam van de duikbot uit Jules Verne's verhaal 20.000 mijlen onder zee? Nautilus. Je hebt inmiddels 920 vragen goed. Herkende je de alinea? Nee. Zou het familie kunnen zijn? Nee. Geen idee. Nee, ik heb een verrassing voor je. In deze uitzending kom je daar niet achter. Oké. Okay. Pas thuis. Wat is de naam van het sprekende paard dat in de jaren 60 zijn eigen televisieserie had? Mr. Ed. Van wie is de autobiografie Moonwalk? Is het van Neil Armstrong, Nick Kamen, Michael Jackson of George Michael? C. Michael Jackson. Hij had ook dat dansje uitgevonden. Ja. Kan je dat? Nee. Dat je het kunt? Ik kan wel dansen, maar niet dat dansje. Dan ga ik ook niet vragen of je het kan. Okay. Of je het wil doen. Waar of niet waar? In Arizona, in de Verenigde Staten, kun je de plaatjes Christmas en Santa Claus vinden. Dat is waar. Hoe heet in de beeldende kunst een beeld dat bestaat uit een romp zonder hoofd, zonder onderarmen en zonder onderbenen? Een torso. Van welke internationale sportorganisatie was Juan Antonio Samaranch tot juli 2001 de voorzitter? IOC. Ja, dat staat voor International Olympic Committee. Bel Jacques Rogge is hem opgevolgd. Altijd leuk om te weten. Dachten we zo. Welke Vlaamse Pieter schilderde omstreeks 1564 de Toren van Babel dat nu in het Boijmans van Beuningen Museum hangt? Pieter Bruegel. Onder welke Amerikaanse president was Dan Quayle vicepresident? George Bush senior. Twijfelde je echt? Nee, ik was even denken. Ik twijfel niet, maar ik dacht toch even na. Kan geen kwaad. Concentratie. Hoe heet de hitserie waar acteur Bruce Willis in debuteerde? Was dat Miami Vice of was dat Cagney and Lacey of C. Moonlightning? C. Moonlightning. Op de lege regel zoeken we een ander woord voor werkweigeraar. We hebben ter, trek, raket, mestkar. Een staker. Wat een kerstman. Die mocht je zelf lezen. Welke Amerikaanse groep scoorde in de jaren 70 grote hits met Heaven Must Be Missing an Angel en Don't Take Away the Music? Tavares. 930, goed. Van wie heb je de kleren aan vandaag? Van mezelf. Het is duidelijk dat je op een gegeven moment echt niet meer weet waar je het nou over moet hebben. We zien elkaar al zo vaak. Hoe vaak sta je nou hier? Dit is de 14e keer, dag. Ja. 14 keer op en neer. Ja. Respect. Welke Engelse ska-band had begin jaren 80 een hit met baggy trousers? Madness. In welke Amerikaanse stad liggen deze drie stadsdistricten? The Bronx, Manhattan en Queens. New York. Welk woord in de volgende zin is verkeerd geschreven?
Je kon het destijds met allerlei valuta betalen. Belgen met franken, Spanjaarden met pesetas en Indonesiërs met rupias, Japanners met yens. Pesetas. Kom eens. Welke presentator is ook de producer van onderstaande musicals? Piaf, Little Shop of Horrors en Marlene Dietrich. Albert Verlinde. Welke achtervoegsel kreeg de voetbalclub Go Ahead uit Deventer in 1971 achter zijn naam? Eagles. Welke in 1961 opgerichte internationale organisatie ontving in 1977 een Nobelprijs voor de vrede vanwege haar inzet voor de vrijlating van politieke gevangenen? Amnesty International. Je hebt het in ieder geval alweer gehaald tot onze commercial break. Blijf lachen. Fantastisch. Ik maak ondertussen de sms-winnaar van gisteren bekend. Het is Andy Zimmerman uit Amersfoort. En Andy, je bent gelukkig, want je hebt €250 verdiend. Denk je thuis, dat wil ik ook, dat kan niet. Je kan wel meedoen, maar dan verdien je maar €100 als je het goede antwoord geeft op 3 vragen. SMS dan WHJA naar 4004, dan krijg je van ons 3 vragen en maak jij kans op €100. Tot zometeen. Ruikt weer lekker. Nieuw van Brieze. One Touch Mini Spray. Klein, maar heel effectief. Voor een altijd fris toilet. Brieze One Touch. Er is ook een navulverpakking. En klaar? Nieuw van Café. Sweet Chili. Blinka, blinka. Miss Raspberry. Sweet, refreshing, no fuss. Take it easy. Take it CC. Arrangementen van Holland Casino. Voor bedrijven, maar ook families, vrienden, stichtingen, verenigingen, clubs, sociëteiten. Holland Casino. Een mooie gelegenheid om uit te gaan. Futloos haar? Geef je haar frisse lucht. Roos? Geef je haar frisse lucht. Is dat niet iets voor jouw haar? Je krijgt het van nieuwe Head & Shoulders Citrus Fresh. Met extracten van citroengras, grapefruit en groene thee. In tegenstelling tot gewone fruitige shampoos die niet voor roos bedoeld zijn, maakt Head & Shoulders je haar 100% roosvrij. Dus je haar is roosvrij, voelt luchtiger, frisser en natuurlijker. Nieuw. Citrus Fresh Anti-Roos Shampoo voor vet haar. Frisse lucht voor je haar. Kijk, bij Blue Band Culinus gaat het vlees al de pan in
terwijl de grote belletjes verdwijnen. Het is even wennen. En bakken in vloeibaar is nog gezonder ook. Blue Band Culinaire. Vloeibaar. Van nature gezonder. I want to suck your blood. Neem de leukste geluiden op en gebruik ze als ringtoon. I want to suck your blood. De nieuwe C55 van Siemens Mobile. Vanavond, misdadiger Sonny Walker zint op wraak op crimineel Patriarca. You failed me. The details of why you failed me are unimportant. I made a mistake. Sonny Walker is now my gift to you. Maar Sonny wordt opgepakt door de geheime dienst. Can you give us Patriarca? I want to sign a letter of immunity. But this meeting is over now and forever. One other thing. Your team runs security. Vanavond om 11 uur, UC Undercover bij Jorin. Moedige kandidaten geven alles wat ze hebben. Idols straks bij Jorin. Nu eerst verder met Wie heeft de langste? En je wil, ze is er nog steeds. Monique Pisses met inmiddels 936 vragen goed. En een bijzondere brief. Je hebt hem natuurlijk even in de pauze gelezen. Ja. Was het leuk? Ja, was heel leuk. Heel erg bedankt. Goed zo. Laten we maar gewoon beginnen. Oké. Okay. Dan gaan we weer. Wie schreef het sprookje van de Indische waterlelies? Was dat koningin Fabiola? Of was dat de gebroeders Grimm? Was dat Hans Christian Andersen of was dat Thea Beckman? Ah, koningin Fabiola. Van welk fantasievolk is Oberon de koning en Titiana de koningin? Van de elven. Wat is de uitkomst van de volgende som? 5 x 6 gedeeld door 5 plus 5. 11. Ja, 5 x 6 is 30. 30 gedeeld door 5 is 6 en 6 plus 5 is 11. Door wie werd de rol van ridder Ivanhoe vertolkt in de gelijknamige Amerikaanse televisieserie uit de jaren 60? Door Roger Moore. 940 antwoorden goed. Inmiddels 178 jokers. Leuk om thuis te weten. U kunt zich nog steeds opgeven. 0909-8832. Dat was hem dan weer even. Ja. Het IMF is een belangrijk instituut als het gaat om internationale monetaire kwesties. Waarvoor staan de letters IMF? Internationaal Monetair Fonds. Welke Nederlandse zangeres had in 1992 samen met Gerard Joling een hit met de cover Can't Take My Eyes Off of You? Tatjana Simic. Waar of niet waar? Monaco is de kleinste onafhankelijke staat in de wereld. Dat is niet waar. Weet je wel welke het wel is? Het is Vaticaanstad. Oh ja, logisch. Het is slechts 44 hectare groot. Ja. Klein. Welk woord zoeken we? Potocide. Deposito. Het werk van welke Duitse filosoof werd door Adolf Hitler misbruikt in diens theorieën over Uber en Untermenschen? Friedrich Nietzsche. Wat is de Nederlandse naam van het zoontje van Lady en Vagebond uit het Disney-verhaal Lady en de Vagebond? Rakker. Wat is hoofdkaas? Is dat A, zure zult, B, tenenkaas of is het roos? Ah, zure zult. Weet je waar het van gemaakt is? Ja, maar dat kunnen we beter hier niet zeggen. Niet zo smakelijk. Het lijkt mij niet lekker, nee. Hoe noemen we een toneelstuk dat aanvankelijk verloopt als een treurspel, maar dat wel een goede afloop heeft? Een tragicomedie. We zoeken het woord dat de volgende betekenis heeft. Tussenpersoon in handel, lid van de geheime dienst, politieman. Agent. Welke band heeft de naam van een indianenstam in zijn naam verwerkt? Is het A, Jamiroquai, B, Kula Shaker, C, Wu-Tang Clan of D, Placebo? A, Jamiroquai. Je zat op 950. En ik stopte mee. Oké. Okay. Het is heel zwaar voor mij, iedere dag op en neer rijden, werken en school. En ik denk dat ik hiermee de finale kan halen. Ik wil heel graag ook iemand anders een kans gunnen.
Ik wil echt iedereen bedanken voor de kaartjes, de sms'jes, de telefoontjes. Ik vond het echt heel super en ik zal jullie allemaal terugmailen als ik daar de kans te krijg. Oh, weet wat je zegt. Ja, maar ik vind het zo mooi. Dus het is goed zo. Ja. Ben je emotioneel, lieve schat? Nee, een beetje. Het stond was hier wel een beetje thuis geworden, kan ik me ook voorstellen. Nou, in ieder geval een applaus verdient. Dat lijkt me wel. 950 vragen goed beantwoorden. Tot een hele klus voor de volgende, dan weet je dat alvast. Jongen, ik ben helemaal verbaasd. Ja. Nou, weet je wat? We gaan het klassement doornemen. Okay. Ontzettend goed wat je hebt gedaan. Ik moet je alleen nog wel even vragen een fout antwoord te geven. Ja. Zomaar, zeg maar wat. Wil Helgers. Dat is fout. Ja, dat hoort officieel. Ja. Nou, ontspan. Je mag inderdaad weer gewoon van het normale leven genieten. Ja. Ga al die mailtjes thuis beantwoorden. We gaan het klassement doornemen. Oké. Het is natuurlijk heel logisch wie er op nummer 1 staat. Dat is onze. Nou, iets harder. Dat is Monique Pisters, jawel. Op 2 staat Petra Doud. Op 3 staat Peter Hagedoorn. Op 4 staat, ik weet het niet meer zo goed uit mijn hoofd. Björn Hendricks natuurlijk. Op 5 Kieran Kaal. Het wordt een hele klus om jou voorbij te komen, dat had ik al geroepen. Ik wens jou een goede reis naar huis. Dankjewel. Kijk al je mailtjes, heb er veel plezier van. Doe ik. En bedankt. Oké. Ik mag het eindelijk gaan zeggen voor het eerst. Next! Zo, Eduard, had je dat verwacht? Nee, niet echt, nee. Jij bent Eduard Roelofsen. Ja, klopt. En je komt uit Putten. Klopt ook, ja. Hoe is dat dan? Want ik neem aan dat je daar gaat zitten en denk, nou ja, daar zitten we dan. Dat ja, ik was uitgegaan van 1000 vragen eigenlijk. Dus had niet verwacht vandaag, maar het is even schrikken, maar goed. Kan het je wel voorstellen? 14 dagen op en neer. En dan ook nog helemaal vanuit Maastricht of Spouwbeek. Ja, het is niet niks. Heb jij het boek goed geleerd? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja? Dat hoop ik ook wel. Ik wens je veel succes, want je hebt nog heel veel vragen te gaan die je überhaupt kwalificeren. Ja, inderdaad. Je krijgt van ons een joker cadeau. Dankjewel. Zo werkt dat. Okay. Zet hem in als je begint te twijfelen. Ja. Je kunt je thuis ook natuurlijk nog opgeven als jokerlijn. Doe dat vooral. Help hem. Geef hem een beetje een warm gevoel. 0909-8832. Kom je in de uitzending, verdien je €50. Heb je ook nog eens het juiste antwoord, krijg je van ons €100. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Zullen we dan maar beginnen met vraag 1? Ja. Het klinkt bijna bizar, hè? Naar 950 vragen. Helemaal beginnen bij vraag 1. Succes. Dank je wel. Wat is de hoofdstad van Finland? Ja, daar gaan we al. Je weet het. Spannend, hè? Ja. Snap je nou hoe moeilijk het is? Het is echt ongelooflijk knap wat ze heeft gedaan. Gelukkig heb je een joker. Laat je niet meteen ontmoedigen, want het is gewoon hartstikke eng hier met al die camera's om je heen. En dan heb je rustig op dat bankje gezeten en ineens sta je daar. Welke jokerlijn kies je? 1. Jokerlijn 1. Ja, met joken. Joken? Dat komt mooi uit. Ja, ik kan er ook zo gauw niet op komen. Ach, dat meen je niet. Ja. Nou, we hebben er nog een paar. Oké. Okay. Dankjewel. Houd dat al op. Jeetje, Mina. Nou, dat was kort, maar krachtig. Je gaat helemaal terug naar Putten? Ja, doen we. Goeie reis. Dankjewel. Next. Hi. Hi, Natasja. Zie je hoe dat gaat? Ja, ik zie het. Ja. Had ik niet gedacht. Nee, hè? Nee, helemaal niet. En hij kan zichzelf wel voor zijn kop slaan nu, denk ik, hoor. Ja. Als het allemaal is bezonken, komt het. Het was natuurlijk Helsinki. Ja. Ja. Even jou leren kennen. Natasja Witteveen. Ja. Je bent 21 jaar. Klopt. Je studeert. Ja. Wat studeer je? Facilitaire dienstverlening. Ik wil later van je weten wat dat inhoudt. Is goed. Klinkt reuze interessant. Mm-hmm. Concentreer je? Ja. Het gaat voor jou beginnen. Je krijgt een joker van ons cadeau. Oké. Naast Zuid-Beierland en Nieuw-Beierland ligt in de Hoekse Waard nog een Beierland. Hoe heet dat plaatsje? Oud-Beierland.
Met welke muzikant was de actrice Lisa Bonet van 1988 tot 1992 getrouwd? Lenny Graffits. Tot welke Amerikaanse politieke partij behoorden George Bush, Ronald Reagan en George W. Bush? Republikeinse partij. Welk woord zoeken we? K-mi-d-a-kus. Academicus. Welk menselijk orgaan weegt ongeveer 5 kilo? Is het A, de lever, B, het hart, C, de longen of D, de huid? D, de huid. Had je dat verwacht? Nee. Luister, je hebt een joker. Ja. En je hebt ook nog even hele lange adempauze. Ja, dat zit er alweer op voor vandaag. Ja. Was nerveus, hè? Nou, poeh. Geeft niks. Morgen weer. Ja. Ondertussen wil ik je zeggen dat je thuis ook mee kunt doen met het sms-spel van vandaag. Sms dan WHJA naar 4004 en beantwoord onze drie vragen goed. Dan maak je kans op 100 euro. Gisteren waren het nog 250, helaas vandaag maar weer 100. Maar dat is natuurlijk ook niet niks. Wil je meer weten over het sms-spel? Dat kan. Kijk dan op Urintext pagina 281. En wil je alles weten over dit fantastische spel? Kijk dan op onze site www.wieheeftdelangste.nl. Graag tot morgen. Oh, het trilde helemaal.